What is up YouTube? Het is je boy, Jurno 20 en de Flip Mode achter me. Back met een nieuwe video in de back. Ja, we hebben even onze communicatiesysteempjes aangesloten. Dus we kunnen elkaar nu lekker makkelijk horen. Dat scheelt, hoeven we niet te schreeuwen. Flup heb echt al 4 maanden niet gereden of zo. Hoe lang niet Flup? Zeker 4 maanden, hè? Dus die moet... Ja, misschien wel langer. Dus die moet eventjes inkomen weer. Ik ben ook sowieso nog even aan de boesa aan het wennen. Maar we gaan eerst eventjes naar de BP, even die bikes volgooien. Tenminste, die van mij is vol. Maar die van Flup had ik volgens mij leger weggezet. Hij heeft zijn eigen helemaal ingepakt, die koukleum. Winterschoenen heeft hij aan, 3 broeken. Winterhandschoenen. Oh. Wat een mafkees. Ik had de bikes al een beetje warm laten draaien bij ons voor de deur. Dus ze zijn al een beetje lekker op temperatuur. Ik heb nog volle tank. Ik moet alleen even sigaretten halen. Tjallas. Doem. Oké, boys. Nu gaan we eventjes over Eiburg heen. Via Diemerso. En dan gaan we richting Happy Duck. Even de DSZ een wassie geven. Oh ja, kennen jullie dat filmpje nog? Van die chick in het water in Suriname. Miwassie. Wat een chick, jongen. Kijk hem gaan dan. Even wennen aan de bike, hoor, zegt hij. Oh ja, ik ben zo blij dat het niet meer zo hard waait. Tering, hé. Altijd lekker uitzicht hier, hoor. Was dit Golf R of is dit R-pakket? Pretpakket, ja, R-pakketje. Zeg je die kleine remmen? Echt niet te doen. Die gozer lijkt wel een beetje op verbrande Herman, ouwe, die rechter. Hermanus! Nee, je doet toevallig! Strekken. Lekkere rookwolk hoor, hé! Ja, je moet even wennen, grap. Je moet even inkomen. Die hele feeling, alles is weg. Had ik ook, jongen. Ik stapte weer op die boesa. Ik dacht, tering. Lijkt wel of ik gewoon weer voor de eerste keer boesa rijd, man. Lekker pik sturen. Gaat er nog even bij staan ook. Maar eerlijk, die launch control. Lekker hoor. Hij is niet zo hard als die vorige boosa met die ingekorte Acra. Ja, hij mag wel even een Miwassie gebruiken, die DSZ. Ja, grap, dat zei ik toch, jongen. Dan geef ik blijf niet eens gas geven. Gewoon gas dicht. En hij begint gewoon te klapperen. Fucking lekker. Ik ben echt zo blij met die pijpgap. Vorige keer Acra, nu Yoshi. Gewoon de 2 beste merken. En als we dan ooit nog eens... Ah, nou toch op, man.
En dan misschien als we straks nog eens een keer een H2 gaan kopen, dat ik gewoon Brox erop gooi. Dan heb ik echt alle mijn drie favorieten gehad. Lekker grap, één snelheid, zelfs nog afremmen. Oh joh, gekke politiebus daar oh. Hoi aan de verhaal. Boeken, Mimaike. En zie je die gozer op die fiets daar rechts? Jong Adje Donnie. strekken. Tering, wat een klap. Volgens mij is die bike daar van mijn gabber, maar dat weet ik niet zeker. Jezus. Hey, douche. Ja, dat was echt een gekke zanka hoor. Hey. Jezus Christus. Oh, die klappen dan jongen, tering. Ja, jullie horen het misschien niet op die camera, maar zodra ik van het gas afga, dan gooit hij me toch een paar klappers eruit jongen. Oké, hij neemt weer op. Gaan we gewoon zo en dan op een gegeven moment naar rechts weer. Oké, guys, ik weet niet wat er met mijn GoPro aan de hand is, maar hij zei weer SD-kaart error. Dus ik ben bang dat hij die laatste video heeft gewist. Maar goed, dat zien we thuis wel. We zijn in ieder geval in de Bijlmer, waar Flip zegt dat ik thuis hoor met mijn verlengde boezem. Seswa, is hoppie waar nou? Waar je nervous? Ja, ik durf hier geen launch control te doen met die knallen, want dan denken ze allemaal, gaan ze allemaal wegduiken, weet je? Dat is die automatisme hier, oh. Oh ja, gekke. Ik weet niet wat er met die GoPro aan de hand is hoor. Nou, al 2 dagen achter elkaar zegt die SD-kaart error. Misschien even een nieuwe SD-kaart halen. Ja, dat zou ook kunnen ja. Hoe vaak ik hem gebruik, dat moet er gewoon 1 keer in het jaar eigenlijk een nieuwe kopen. Ik ben bang dat deze band het niet lang gaat overleven zo. Maar dit is verlengde van de Gooise weg toch? Ja, pakken we die even een stukje anders? Ja, naar rechts, ja, juist. En dan hebben we die laatste afslag voor de snelweg gaan we eraf, toch? Mee naar Diemen Zuid. Mee naar Diemen Zuid. Dat is wel een lekker stukje hoor, hier omhoog. En die kutbus weer. Hierboven gaat het ook wel lekker denk ik hoor. Het waait wel, maar het is wel nat. Politie. Zag je rook? Nee toch? Oké, gelukkig. Vlug bij de water! Een spiegelgrot hier! Deze eraf? Duivendrecht, Diemenzuid. Mee naar Diemenzuid. Lekker hoor. Gaat wel steeds beter met dat gedrift. Even het viziertje open, even launchen onder het tunneltje. Oh, lekker hoor. Ja, het is een gekke bromsnor hè.
Zeg je die streep die... Ja, zag je hem liggen? Dat is die van een paar dagen geleden. Hé, hey, Popperiet! Nog in je dikke pompert, jongen. Nou, ik zet hem wel even hier, in die plek hier naast. Ja, je kan daar, je kan alleen maar pinnen volgens mij. Ja, ik zou wel een tientje doen, man. Dan heb je nog wel eens een paar minuutjes over voor de volgende keer. Ja, volgend jaar weer, Marcel. Nee, ik heb hier ook nog een paar minuutjes. Je kan ook 5 euro doen. Ik heb hier nog... even kijken. Ja, echt. Ik heb hier nog 6 munten. Oh, tyfus. Loop ik zo tegen mijn kentekenplaat aan. Je moet wel even wennen dat hij zo lang is. Sorry, de tyfus. Alright guys, Flip gaat even miwasi, 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 miwasi. En dan drink ik even mijn Red Bull, dan zijn we zo terug. Alrighty YouTube, zijn we weer. Flip is weer fresh, clean. Ja, ik heb hem aangezet, ja, dat wel. Wat is de snel, wat, hoe gaan we rijden naar Mediamarkt Zuidoost dan? Oké, rij jij maar voor, ik volg je wel. Hier lag nog een streep van mij van gisteren, lekker hoor. Ik zweer het, volgens mij kan je gewoon de weg volgen waar wij vandaag hebben gereden aan de hand van die streepjes overal. Oh, we pakken gewoon, gooi ze weg even een stukje. Ja, is ook goed, grap, doe maar. Maar komen we nou niet bij die controle uit, bij Van der Maardenweg? Oké. Volgens mij, ik weet even niet meer wat ze zeiden in die app. Maar we zien het wel. Ik ben toch gekeurd nou, dus fuck it. Ik moet wel nog het nieuwe pasje binnenkrijgen van de RDW. Maar die man zei, ja, zolang je die e-mail hebt om te laten zien dat je goedgekeurd bent, dan kan je wat mij betreft gewoon rijden. Maar ja, gaat, what the fuck, ik ben 3 weken geleden of zo goedgekeurd en ik heb nog steeds geen pasje. Denk je dat ik nog 3 weken ga wachten of zo, maffe? Hoor je die knal ook nog even? Lekker man, tering. Oh, ik ben echt zo blij met die uitlaat, jongen, niet normaal. Ik ben helemaal happy duck. Gooi even die Vito ervoor, teringleier jongen. Altijd weer die gasten in die busjes jongen. Allemaal schoor hem, echt. What the fuck is met zijn verlichting dan? Ah, hij zegt controle. Oh, sorry, sneek je even af. Volgens mij bedoelde hij dat hoor, hij was aan het trappen op zijn rem en hij was aan het wijzen naar links. En die mini die trapt hem gewoon keihard door, die wordt gewoon geflitst anders zo meteen. Doodziek. Hè? Huh? Nee, ik zie ook niks. Die taxi plankt ook gewoon, die zal het ook wel weten als er een controle is, toch? 100% grap. Die heeft abonnementje op Flitsmeister. Die waren link, ouwe. Echt een lekkere klap hoor, gaat niet te hard, maar gewoon goed. Ik heb ook van die nieuwe race remblokjes erin. Hey, grap, dat maakt ook een verschil hoor. Nou, alleen nog staal om vlochten remleidingen en dan ben ik voorlopig even helemaal goed qua remmen weer. Zit je nou zo boos te kijken, man, ouwe lul? Ik zweer het, ik dacht gewoon hetzelfde, grap. Ik dacht gewoon, die gozer zal wel geld hebben.
Polska, Polska. Ik wil ook nog steeds even mijn tanktas uitproberen, man. Oké, guys, we zijn bij de Mediamarkt. Ik ga even kijken voor een oplaadkabeltje. En dan zijn we zo weer terug. Nou, guys, we zijn de Mediamarkt weer uit. We gingen voor één kabeltje. Flip heb gelijk een Senseo-apparaat gehaald. En ik heb gelijk weer een lesstrip voor de U. Allebei hebben we geld uitgegeven wat niet de bedoeling was. Ik zeg nog tegen Flip, hoe ga je dat meenemen? Ah, dat komt wel goed, zegt hij. Maar Senseo, een beetje jammer weer. Ja, wat dan? Nespresso. Of Nespresso bedoel ik, ja. Hey, what else? George Clooney dingen. GoPro's even aan het opladen en dan gaan we zo meteen weer pompings. Kijk, ze staan, jongen. Tech Team. Team Suzuki. Even voor de thumbnail, even een fotootje. Alright, guys. Nou, dit wordt nog een avontuur zo met Flup met die doos. Ik heb weer 2 streepjes batterij, dus hopelijk redden we het naar huis. Vast wel. Anders hebben we pech. Echt waar, jongen, we komen voor een kabeltje. We geven allebei weer een meier uit, minimaal. Wat zei die nou? Ja, ga je gewoon zo rijden, echt waar? Ja, tuurlijk, zegt hij. Willy ook nog! Wat een mafkes! Echt hè, flip mode, what else? Maar ik kan ook nooit eens een keer normaal gaan, hè, als wij een vlogje met z'n tweeën gaan opnemen. Ja, met die twee paar schoenen van Paul Warmer. Oh, die was strekken, jongen. Als jullie die vlog hebben gemist, zal ik hem even hier linksboven in de beschrijving zetten. Kunnen jullie even meelachen? Had Flip even 2 tassen gehaald, of 2 paar schoenen gehaald bij de Paul Warmer, ging je daar eventjes mee rijden. Dat leek hem wel een slimme beslissing. Tas helemaal gescheurd, oh. Die gozer net bij die Nespresso, die dacht ook, wat een mafkees, ouwe. Kom maar, hero. En die Flip trekt gewoon Willy met zijn nieuwe Nespresso machine op zijn tank. Ik zweer het, grap, als jij een rapper was, was je naam ook gewoon lijper geweest. Pas je wel op dat je wel kan sturen, zeg maar. Hij zit nu tegen je stuur aan, hè? Wil hij racen, lift to build? Wat een zootje weer. Hij waait gewoon rechtop. Strekken. Kijk nou, zijn doos is gewoon opengewaaid, boys. Wat een zootje. Oh, echt waar. Misschien moet je hem even een draai geven, 180 graden. Dit was echt niet zo'n goed plan, hè, dit. Oh. Ja, nu zit hij op zijn kop als hij niet eruit valt. Oh. Wat een zootje, jongens, echt waar. Nou, boys, we rijden weer lekker binnendoor richting huis. Ik ga maar vast afsluiten voordat de GoPro zo meteen uitvalt. Want ik had hem echt maar 5 minuten opgeladen net voor de Mediamarkt. Dus vergeet niet te liken. Abonneer even voor meer. De Busa Vlogs zijn weer fulltime back. En dan zien we jullie... in de volgende video. Later. Kijk, ik laat natuurlijk wel gewoon de GoPro even doorlopen totdat die uitvalt. Want je weet nooit wat er voor gekkigheid gebeurt met ons. Maar dat heb ik in ieder geval voor ze afgesloten. Lekker hoor. Oh, Jezus. Soms zijn die klappen best wel oké. Soms zijn ze echt hard, man, in ene. Tering.
Lekker hoor. Nou, ga nou toch op man. Het is gewoon lekker weer. Hij heeft het weer koud hoor. Ik zweer het, bij Flip in huis kan je gewoon tropische dieren houden zonder verwarming. Gooit hem gewoon op 23 of zo, die gek. 24. Nou, dan loop ik echt in mijn onderbroek hoor, als het 24 graden is. Tering. Nog een kleedje om ook doet hij. Wat een gek, hè. Oh, koopt ook gewoon even een Nespresso apparaat gewoon uit het niets. Terwijl het hier met de crossmotor is. Geweldig. Ja. Ja, die jongens, die man bij de Mediamarkt zegt tegen Flup, wat brengt jullie bij de Nespresso? Flup zegt, ja, ik had er eentje, maar ik ben eruit gezet thuis. Die man begreep er helemaal niks van, jongen. Hij denkt, wat is dit nou weer voor mafkees? Ja, schrok je even, hè, met je Renault? Wat een lapsmans. Sorry, die hond werd even helemaal lijp van die vrouw onder die tunnel. Die dacht er wordt geschoten. Kijk rechts, de Wouten. Vlug bij de Wouten. Is Spieker Klot hier? Ja. Flup zegt als ze me nou aanhouden, dan bied ik ze gelijk een bakje koffie aan. Oh. Wat een soort. Je gaat goed hè met die doos, hè? Ik kan gewoon voor DHL gaan werken zo. Het moet alleen niet gaan regenen, want het is wel een kartonnen doos. Dan pleurt hij helemaal uit elkaar. Oh ja, we kwamen trouwens nog Marco Bussato ook tegen in de Mediamarkt. Flup heb gelijk even een foto gemaakt voor mijn moeder. Mijn moeder is een beetje Marco Bussato fan. Hij zag er wel goed uit, jongens, Marco Bussato. De crisis is voorbij. Hij was toch failliet toen of zo? Wat was het ook alweer? Hij was failliet, zijn bedrijf, ik weet niet, hij had een bedrijf of zo in media en die was helemaal naar de kloten. Ging huilen op televisie. Maar nou was hij gewoon weer knaak aan het uitgeven hoor, in de Mediamarkt. Ja, hij ging alleen met één kabel, ja. Ik hoorde hem ook zingen, vandaag is rood, de kleur van mijn bankrekening. Oh, hoor die geluidgap in die tunnel. Wat een racy sound, ouwe. Oh. Ja, dikke vlammen. Lekker grap. Er komt wel een auto heel snel aan. Oh, dat is het busje. Oké, dan is het goed. Revion, ja. Nog even een wheelie zetten met de doos, zegt hij. Oké, doe wel voorzichtig. Ja. Lekker grap. Goeie afsluiten van de video. Wheelie met Nespresso apparaat. What else? Dat wordt de titel. Wheelie met Nespresso apparaat. What else? Strikken.